Pieter Heerma. Dat is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij volgt Sybrand Buma op, die wordt burgemeester in Leeuwarden. Pieter, je bent fractievoorzitter geworden van het CDA. Heb je leuke reacties gekregen? De leukste berichten die zijn mensen die je van vroeger kent. Dus mensen met wie je op school gezeten hebt. Ik heb een aantal oude judomaatjes die een berichtje gestuurd hebben. Lokale CDA'ers waar je een keer op werkbezoek bent geweest. Dat betekent dus ook een nieuwe werkplek. Ja. Wat is het eerste wat je in deze kamer hebt gedaan? Het eerste wat ik gedaan heb is een aantal van mijn spullen neergezet. Dus ik heb altijd veel stropdassen liggen in de kamer. Die heb ik hier neergelegd. Boeken, maar ook gewoon wat spulletjes. Waarmee wil jij aan de slag als fractievoorzitter? Een van de dingen waarom ik deze functie graag wilde gaan doen is omdat het me echt heel mooi lijkt om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het bouwen aan een verkiezingsprogramma richting 2021. Omdat ik voel dat in deze tijd, met de problemen die er zijn, met de uitdagingen zijn, dat wij als CDA met de antwoorden komen waar wel eens heel veel kiezers van kunnen zeggen ja, dat is het antwoord. Het is niet markt, het is niet overheid, maar het is de samenleving die de oplossing moet bieden. En hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Ik wil me de komende anderhalf jaar vooral gaan inzetten voor de werkende middenklasse. Voor een eerlijker economie, voor gewone gezinnen met kinderen die zich afvragen, kunnen we de eindjes financieel nog wel bij elkaar knopen? Kunnen we het qua tijd nog bolwerken? Is er voldoende kinderopvang? Zijn we niet dood op aan het einde van de week? Maar ook, en dat is een steeds groter wordend vraagstuk, is er wel een betaalbare huur- of koopwoning voor ons beschikbaar? De werkende middenklasse die vormt de ruggengraat van onze samenleving. En we zullen er echt keihard voor moeten knokken dat die ruggengraat ook sterk genoeg is om dat te dragen. Je vader heeft ook op deze plek gezeten? Ja, 25 jaar geleden. Hoe is dat voor jou? Ja, dat maakt het natuurlijk wel extra bijzonder. Toen mijn vader hier fractievoorzitter was, was het niet een al te beste tijd voor het CDA. Voor het eerst in de oppositie in 1994, zwaar verloren. Dus dat was het fractievoorzitterschap van mijn vader was ook niet alleen maar een onverdeeld succes. Dat is ook een bewustzijn wat mijzelf met mijn beide beentjes op de grond houdt. Maar de cirkel is rond. Het feit dat ik nu als fractievoorzitter dezelfde functie doe in dezelfde kamer als mijn vader 25 jaar geleden, dat heeft ook iets heel bijzonders.